Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Het vervelende voor haar is een beetje dat ze de burgemeester is van een afschuwelijke staat. Want deze staat, Amsterdam, dat is een shithole. Dus ja, jij kunt nog zo'n fantastisch mens zijn. Die stad wordt er, die wordt er niet beter op. Ik vind dit een leuke foto. Ik begrijp er niks meer van. Wij ook niet, mevrouw de burgemeester. Dit is in de gemeenteraad. Anyway. Ik ben gestopt met het volgen van het nieuws. Het volgen van het nieuws, het regelmatig volgen van het nieuws, is heel slecht voor je gezondheid. Helemaal als je ook nog eens niet alleen Nederlands nieuws doet, maar internationaal nieuws. Dan word je krankzinnig en depressief. Dus ik ben daarmee gestopt. Ik kijk af en toe een periode nieuws. Dat ik er helemaal gillend gek van word. En dan kijk ik weer geen nieuws. Maar als fan van burgemeester Halsema, wat ik af en toe doe, is typ ik Femke Halsema in. Kijk, en dan klik ik hier op nieuws. En dan krijg ik gewoon de laatste berichtgeving waar haar naam in voorkomt. En wat ik hier zie is dat er dan gisteren bekend is geworden, of eergisteren, dat haar partner, Robert Oei, 40 uur taakstraf heeft gekregen. Voor dat wapen, dat pistool, wat helemaal geen pistool was, onklaar gemaakt. En wat hij gebruikte als filmprop. Maar goed, hij heeft 40 uur taakstraf gehad. En dat wil dus zeggen dat beide mannen in de familie Halsema, want zij heeft een tweeling, een zoon en een dochter. En dus de beide mannen in de familie Halsema, die hebben nu straf gekregen voor dat vuurwapen. Dat vind ik heel zielig voor mevrouw Halsema. Want naar mijn bescheiden mening heeft ze 3 kinderen. Ze heeft die 2 tieners, die zijn alle 2 15, die tweeling. Die zijn de hele dag aan het gillen en krijzen en aan het kloten op hun telefoon. Nou, dat is wat tieners doen. Maar ze heeft dan dus ook nog eens hem, dit grote kind, die vuurwapens mee naar huis neemt en zo. En hij gaf een interview daarover en in dat interview was hij een echte losbol. Het was echt afgeven op zijn vrouw en zeuren en emmeren en uitleggen hoe eigenwijs hij is en weet ik veel wat allemaal. Ik vond het niks. Ik had toen zoiets van dump hem. Dump die gek. Hij is slecht voor je carrière. Maar goed. Zoon een taakstraf gekregen, zo'n haltstraf. En je partner een taakstraf gekregen. Plus al die media-waanzin eroverheen. Als ik de burgemeester was, als ik mevrouw Halsema was op dit moment, dan zou ik zeggen, ik heb trek in een lekkere borrel. En ik weet toevallig dat burgemeester Halsema wel eens een glaasje jenever drinkt. Dat heb ik een keertje op een of andere reportage gezien. Waar ze een een werkbezoek aan de Wallen. En aan het begin van de Wallen, daar zit zo'n ouderwets jenevercafé. Volgens mij het begin van de Warmoestraat. En dat is echt zo'n proeflokaal. En daar hebben ze 100 verschillende soorten jenever. En zo op zijn tijd, een glaasje jenever is goed voor je keel, goed voor je spijsvertering. Met name bij dit afschuwelijke koude weer. En dit is Zuiddam Jenever. Zuiddam Jenever komt in allerlei maten en soorten. En zit in een fantastisch mooie fles. Moet je nou even kijken. Je hebt hem als oude jenever. Je hebt hem als graan jenever. Je hebt hem als jonge jenever. 3 jaar gerijpt, weet ik veel, 7 jaar gerijpt. En ze zijn niet zo krankzinnig duur, want het is jenever. Voor 2 tientjes heb je zo'n prachtig mooie fles
met zo'n prachtig mooie kurk erop. Ja, ik kan helemaal niet tegen sterke drank. Dus ik zou hier heel lang mee doen. En er zit in Amsterdam, in de buurt van de Ten Katermarkt, zit een slijterij die dit verkoopt. En zo één keer per jaar doe ik dat. Dan verwen ik mezelf. Meestal rondom de kerstvakantie. En dan haal ik zo'n mooie fles. Kijk, 5 jaar. Zeer oude jenever. 5 jaar vat gelagerd. Zo heet het. 5 jaar vat gelagerd. En dit is oude jenever van 1 jaar. Wat zou die van 5 jaar kosten? Staat er een prijs bij? Ja, dan wordt die 32 euro. Dan wordt het echt net zo duur als, weet ik niet, goedkope whisky. Maar goed, als ik burgemeester Halsema was, ook als ik het niet was, mijn advies aan burgemeester Halsema is, het zit u niet mee. Dat kind van u is een ramp. En dat grote kind van u, nog veel grotere ramp. Alle twee een welverdiende straf aan hun broek. En uw reputatie vreselijk beschadigd. En je zal zien als die taakstraf voorbij is en dat joch die haltstraf heeft gehaald. Vanaf dat moment hebben ze alle twee een doelwit op hun voorhoofd. En als dat arme kind van haar ook maar 1 keer klootzak zegt in de tram tegen iemand. Of zijn middelvinger naar iemand opsteekt in het verkeer. Dan zul je zien dat dat meteen weer in de krant komt met grote koeienletters. Zo'n burgemeester, weer in de problemen. Dus dit is echt de gift that keeps on giving. Ja. 2 van dat soort losbollen in je huis. En je had nog niet zo'n zware baan. Dus mijn advies aan burgemeester Halsema dit weekend. Score een lekker flesje Zuidam jenever. Het is naar mijn bescheiden mening de beste jenever die er is. De fles, de verpakking waar het in komt, is natuurlijk ook erg mooi. Met die mooie zegel erop. En die mooie kurk. En dat prachtige label. Het is een kleine fles. Dus je kan hem ook makkelijk rechtop in de koelkast ergens zetten. Of in de vriezer leggen. Ook als je een klein vriesvak hebt zoals ik, is dat heel erg prettig. Mevrouw de burgemeester, mevrouw Halsema, score een flesje Zuidam jenever. En dan koptelefoon op. En dan, weet ik niet, iets op Netflix. En een beetje van dit. En even gewoon geen nieuws kijken. Nieuws kijken is heel slecht voor je. En gewoon even een weekendje chill. Even een weekendje chill. Even een weekendje lekker niks. Prachtig, hè? Echt heel mooi vind ik het. Maar goed. Dit is naar mijn bescheiden mening de beste jenever die er is. En ja, god. Weet je wel, één zo'n klein glaasje. Dan staat je slokdarm staat in de fik. Daarna staat je maag in de fik. En daarna wordt je buik heel erg warm. Tranen springen in je ogen. En ik zou zeggen dat er zelfs een medicinale meerwaarde aan zit. Als je dit koude, stormachtige weer, ben je aan het snotteren en voelt je miserabel. Zo'n preventief slokje jenever is de ideale manier om griepsymptomen of een vervelende partner en een vervelende tiener een beetje te onderdrukken. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Dank je wel voor jullie tijd. Tot de volgende keer.